In mijn boek Beeldschermpresentaties besteed ik ook een hoofdstuk aan Apple's iMovie. Dit low-cost videomontagepakket maakt onderdeel uit van iLife en is bij uitstek geschikt voor het kostenbewust produceren van videoclips binnen kleine organisaties en audiovisuele afdelingen. Hoewel we in de professionele videomontagewereld met zwaardere videomontagepakketten werken, zoals Avid en Final Cut, neemt iMovie een vooraanstaande plaats in vanwege zijn gebruikersvriendelijkheid. Na het importeren van de videobeelden naar iMovie maak je een keuze uit de verschillende ruwe videoshots. De gewenste videoshots sleep je naar de videotijdlijn. De lengte van het videofragment bepaal je door het fragment uit te trekken. Er verschijnt dan een gele rand omheen. Je kunt de lengte van het fragment later aanpassen, dus korter of langer maken. Niets is definitief tijdens het videomonteren. Dat is ook het leuke van videomontage. Je blijft er net zo lang aan werken totdat je er helemaal tevreden over bent. Zo maakt de precisie-editor het eenvoudig precies te bepalen waar je van beeld wisselt. Het maken van een programmatitel is super eenvoudig. Kies uit één van de titel effectmogelijkheden. Je hoeft zelf geen lastige keyframes in te stellen, maar kies een titeleffect en tik daarna je eigen titeltekst in. Maak een keuze uit lettertype, lettergrootte en kleur. Een beeldovergang kies je uit de beeldovergangenkiezer. Je sleept de gewenste overgang tussen de videofragmenten in. Zo eenvoudig is het. Niet tevreden over de beeldovergang? Kies dan een andere beeldovergang. Muziek voeg je toe door een muziekfragment naar de videotijdlijn te slepen. Wil je alleen het audiogedeelte van een videoshot gebruiken? Markeer het gewenste audiofragment en houd tijdens het slepen de toetsen Command en Shift ingedrukt. Plaats het audiofragment onder de gewenste videobeelden. Gebruik ook foto's in je videoprogramma. Sleep een foto uit je bestand naar de videotijdlijn. Je ziet dan dat de foto licht beweegt. Dat komt door het Ken Burns effect. Dit kun je, als je het niet mooi vindt, uitzetten of aanpassen door zelf te bepalen hoe je wenst in of uit te zoomen op de foto. Videomontage vereist vooral ervaring en geduld. Dan kun je tot goede resultaten komen. Maar wees kritisch, geen bibberende videobeelden, geen langdradige verhalen en alle beelden netjes op kleur gecorrigeerd. Op kleur corrigeren is belangrijk. Met iMovie gaat het eenvoudig. Door met de sliders te schuiven en goed naar het videobeeld te kijken. Niet te rood, geel of blauw.
Zorg dat vooral het wit in het videobeeld ook echt wit is. En liever geen te donkere of uitgebleekte videobeelden. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beeldschermpresentaties.